Nou, ik ben dus Douwe van der Weij en ik kom uit Blaaien en ik ben hier mijn hele leven al in het boerenspeltje. Die Paak en Beppe had je vroeger wennen, is hard met hem had je wennen en nu ben je er. En zat hij hem ben ik nu wat een lieds eindelijk hoor kon vlechtje. En die verkeep ik als vogelhoesjes. Nou, dat is een hele aardig iets. Ze hebben maar de vlaagstroot ook, een hele prette mensen die komen op een fiets. Nou, die wil net graag, of die kan het net een grote eindekoe maar nemen op een fiets. En een vogelhoesje, dat gaat gauw. Dus die gooien ze in een fietstas en huppakee. En prutte mensen gaan geen water omhoog. Dus die liedse eindekoekjes, jongen, dat is... ja, daar maak ik een hele prutte van. Daar maak ik wel 100 in die van. En hoe doe je dat krijgt, dat vlechtje? Nou, als je de rijdt, dat hele weer gewoon te sletten uit de wal. Dat is het vulmiddel, zeg maar. Maar we bieden het met vlaaks. Dat kun je best aanscoren zonder stikken te lopen. En het trouwens slaat een keer in de ronde en dan doet het er weer betussen. En dan pakt de oren weer. Dan steekt de nullen er terug. En dan pakt weer een paar stikjes vlaaks. En dan doet het er de nullen. En het scoort aan. Nou, en dan slaat er warm heen en zag dit in de ronde ook stro. En dan blijft de maat wat naar binnen gaan en dan maakt het warm wat maatje van een liedje eindelijk werken. Nou ja, ik dacht dus, dan moet ik hetzelfde geven, muziekje. Dus we gaan hier de vlaaks. Ja, dan maakt tussen de rekken even tussen pakken. Dan met die erbij, dan gaan we hier de nul. Die steken we hier ergens tussen. Nee, hier. Hier. En ja. Dan proppen we die zo. En dan pakt Douwe van mij de vlaaks, want dat scheelt dan nog even zelf. En dan steken we die derde bij. Net de vier omlopen, maar dan lukt ze maar aan uit. Zet deze, maar trek nou weer erop. Die er nog bij. Score hem maar aan, hier. Score hem aan. Doe maar. Zoek ze wat. Ja, nou gaat die in de buurt. Dan haal ik het erover uit. Jongens, we zullen het. Het is echt wel vakmanskip dit hier.